Het is weer zover. Robert is in the house. Ja. En wat gaan we vandaag doen? Mijn droom uit laten komen. Ja, maar echt, hier zei ik je echt al weken over. Ja, weken? Ik wil dit al jaren, maar ik wilde dit heel graag een keer doen. En toen dacht ik opeens, nu mag het weer, want dit contactberoep, dus opmaken mag nu weer. Ja. Dus toen dacht ik... En als je afvraagt waar het over gaat, we gaan vandaag een porno schieten. Ja. We gaan vandaag opgemaakt worden als Drex. Maar okay. Het is dus niet dat alleen maar mannen dit doen. Dus ook vrouwen die dus drag gaan. Dat meen je? Ja, dat is steeds... steeds meer. Dat wist ik helemaal niet. Oh. Leuk. Nou, dit beter met iemand anders. Had ik het beter met iemand anders kunnen doen? Ja, inderdaad. Misschien wel. Leuk dat we weer in dezelfde video zijn. Karen, gaan we mee beginnen. Ja, we gaan jullie wenkbrauw afblokken. Staat hij dan wel dichtbij genoeg? Zie je het? Ja, zeker. Ik kan altijd nog inzoomen. Een ander ding wat jullie zelf kunnen doen, is zelf primer gebruiken. Ja, is goed. Dit gewoon ook echt gezicht smeren als dat een serumpje is. Ja, dit doe je toch ook op de muur als je gaat verven? Klopt, inderdaad. Vanuit die bezoekit. Doe je het niet op je voorhoofd? Ik heb het op mijn voorhoofd. Ja, liever. Oh. Ik ben nog bezig. Krijg je een condoompje op je hoofd? Oh, leuk. Oh, leuk. Wil je ook een condoompje op je hoofd? Dat wordt drie uur lang niet praten geworden ook. Gewoon niks zeggen. Gewoon niks zeggen. Ik had daar geen zin in, hoor. Misschien gewoon make-up, dat was het enige. Nee, je hoeft alleen te make-up elkaar. Ik heb het gevoel dat een droord iets makkelijker gaat zo. Oké. Maar heb je ook het gevoel dat het bij Robert meer gaat lukken? Dat weet ik niet. Hij heeft natuurlijk een hele robuuste hoofd. Nee, helemaal niet. Oh, hier. Kijk, hè. Oh mijn god, het is ja, jij sick. Wordt echt een mooie vrouw. Kijk, dan nou, moet je ze met mij doen. Dat vind ik ook mooi. Ja, vind ik ook mooi, ja. Oh, ik lijk op mijn zus. Ik ben lijk op een hoer. Jij bent heel mooi. Oh, jij bent mooi. Ja. Wow. Mooi. Weet je, het is wel schattig. Als van één iemand een make-up mislukt, dan heb je in ieder geval footage van dat je een vrouw lijkt. Ja. Eigenlijk had het allemaal niet gehoeven, we hebben gewoon een Snapchat. Ja, alsof iemand uit mijn gezicht komen. Gadver, maar echt van dat gore dikke sperma, als je 3 weken niet hebt afgetrokken. Ja, dat heb je nog nooit gedaan. Ja, expeditie. Heb je daar niet afgetrokken? Nee. Hoezo niet? Omdat ik eiwitten moest sparen, ik had niks. Nou, doe even normaal. Ja, anders zou ik het opeten, kon ook. Dat is een Friday night for me. Nou, ja, lekker plamuur on. Oh, kut. Het zit op een piemel. Oké. Het is van een piemel. Oké. Ah, gelukkig man. En echt drukken, alsof het gewoon dat je denkt, holy fuck. Moet het zo hard? Ja. En doe ik bij jou hetzelfde. Doe je dit alleen bij jezelf normaal gesproken of ook bij meerdere? Ja, meestal bij mezelf. En ik heb ook wel een paar andere drag daughters. En die zagen er niet slecht uit. Drag daughters? Ja, dochters. Ja, ja, maar ik bedoel... Ik ben een moeder. Wat is dit nou? Waarom lach je maar? Jo, met jij tegen... Wat is het? Dit is zo... Drag daughters. Ik wist ook niet dat de dochters en families waren. Ja, wel, je moeders. In de dragwereld. Ja. Ben jij moeder? Ik ben je moeder. Zijn wij ook moeder? Ik ben nu ook een drekdochter. Ja. Oh, wat leuk. We moeten ook mooie naam een dochter. Maar wanneer ben je dan een dochter of iets? Ja, als iemand jou mentort. We gaan voor de tribal look vandaag. Ik zie het van hier. Een soort stamhoofd. Jij wordt het verminkte zusje. En ik word die geile hoer die al die bouwvakkers in de straat gaat aanduwen. Of aangeduwd wordt. Gaat aanduwen, ja. Ben je een beetje in je rol komen. Ja. Oh. Jij bent echt een trial. Nee, zo begin ik ook altijd. Ik denk dat jullie het mooist bent van een afstand. Als mensen zich afvragen waarom ik vandaag niet heel veel praat, ik heb minder energie dan normaal, want ik ben aan het sportvasten. En ik ben net bijna flauw geworden. Dag 1. Dag 3. Oh, kut. Ik was wel bang dat je vandaag heel zou graag zijn. Het valt mee. Het valt mee? Ik ben bang. Nee, ik bedoel. Nee. Als geleden, de laatste keer dat wij een video filmden. Oh. Ik wilde je daarom even niet meer filmen. Dat staat nergens op, dat kan de quarantaine. Jij wilde mij niet meer zien. Ik heb nog nooit gezegd dat ik jou niet wil zien. Een ander oogje. Waarom hebben we elkaar dan zo weinig gezien? Omdat jij mij nooit meer belt. En jij bent alleen met andere mensen. Ik ben al week alleen. Echt niet? Ik zei de hele tijd skateboarden met types. Oh ja. Hoe moet ik dat de volgende ochtend horen dat je brak bent en ik niet uitgenodigd ben? Ja. Weet je, prima. Dat is leuk. Nou. Oh. Maar jij bent altijd welkom en ik vraag jou ook bij de volgende ochtend. Dit is ook beste vriend. Oh! Bum, 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 bum. Oh nee, ga weer! Fuck you! Nee, ga weer! Laat me gaan! Laat mij maar gaan. Was ik het probeersel vandaag? Ja. Oh. Oh, kijk hè. Oh, dat vind ik eigenlijk best wel leuk.
oh, jij wordt echt heel erg, jij wordt een soort Voldemort. Nou, ik heb er toch ook helemaal geen zin meer in. Zeik! Ja, ik ga deerst. Ik krijg altijd iemand bij de hand. Voor een sukkel ben je wel hilarisch. Nou, dat is wel waar. Voor een sukkel ben je wel hilarisch. Waarom is dat waar? Ik ben helemaal niet grappig. Wat mis je het meest van deze quarantaine? Ja, toch die orgies die ik hier kan houden. Nee, nee, ik heb nog nooit een orgie gedaan. Oh nee, dat is... Met hoeveel mensen is een orgie? Meer dan 5. Orgies? 6 of meer dus? Weet ik niet eigenlijk. Ja, quintet. Quintet, ja. Ja, en dan heb je sextet. Nou, dat sextet, dat klinkt al meteen als een orgie. Als een orgie. Maar... Dus jullie waren bezig en toen opeens kwamen er allemaal andere... Hoeveel? Dus er waren nog 4 andere mannen om jullie heen. Nou, meer. 17. Ja, precies. De pop-up. Ah, wat thuis. Wil je ook echt van die porno-lippen zoals ik? Ja. Maar net lijkt alsof er ingespoten is. Ja. Ja. Ja, ik wil dat ook. Zo benieuwd hoe Rijker straks uit. Ja, ik ook. It's how we are right now. You wanna fuck us already? Wat? Ik moet zo erin. Wat moet je? Oh, je moet zo van door. Ik moet er zo wel van door. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm Okay. Oh. Die is zo tering scherp. Ik lijk inderdaad op een raccoon. Raccoon? Ken je die van South Park? En die band Raccoon, dat is de eerste videoclip waar Monica in heeft gespeeld. Wat? Dat is de eerste videoclip waar mijn zusje überhaupt, die het mijn zusje heeft gedaan. Oh, Raccoon! Als die speelt ze daar heel leuk komen zien. Ja. En dat is echt een kleine foetus. Het is een kleine foetus, hoe groot was ze? Was ze nog niet geboren? Ja, mijn moeder zat gewoon met de benen eruit. Camera alleen. Nee? Maar was Monica echt zo'n, ja, noem je dat, zo'n kindsterretje, weet je wel? Nee, totaal niet. Oh, niet zo'n die overal optreedt en zo. Nee, nee, nee. Ja, alleen op Raad 3 en dergelijke. Voor me. Kan je je voorstellen, Monica? Dat bij jou zit het heel mooi. Gaat het ook bij mij zo mooi worden? Well, that's never gonna happen, maar... Ben ik nu. Ja, we zijn er klaar voor. Ja. Hoe doen we het werk zat het kussen zo toch? Nee, gewoon vol op de mond. Ja, gewoon doen. Tot voor kort, tot een paar weken geleden wilde ik nooit in mijn eentje filmen. Mm-hmm. En dat is de reden dat ik niet meer in de reactievideo's zit met lieve mensen. Hij heeft en een nieuwe beste vriend. En hij vindt het leuk om alleen te filmen. Wie is mijn nieuwe beste vriend? Ja, dat zei je blijkbaar net. Ze zei, oh, nee, dat was een grapje, dat was mijn pa. Komt deze om? Wauw, oh, dat ziet er echt goed uit. En ik ook. Nee. Het is heel dik, maar zo kort. En deze zijn dus wel dunner, maar heel lang. Ik vind deze heel mooi. Kijk, diepe ogen gaan denk ik ook wel mooi werken. Ja? Ja. Oké, ik vind deze heel mooi. Oké, ik ga voor badass. Ik ga voor subtiel. Ik weet niet. Subtiel. Dit zijn nog steeds spinnenpoten, schat. Oh. Ik heb nog nooit zo'n gehad trouwens, by the way. Nee, maar... Hoeveel man heb jij gehad dan? Ja, dat is echt best wel veel. Maar echt 300, zeg je? Nou... 300 niet. Je wil wat? Nee, ik was ook net uit de kast met 22e en toen dacht ik, ik moet een inhaalslag maken. En die heb ik zo lang. Heb je gezegd, ga met vrouwen daarvoor? Ja. Vond je het leuk? Nee, ik moest aan andere dingen denken. Dus ik wist wel dat. Aan piemels? Nou ja, ja. Ik ken ook iemand die op zijn 30e. Dat wie je tegenwoordig vaker hangt dan met mij. Helemaal niet. Echt 2-3 keer. Echt niet. Jij zegt elke keer, ik zit hier altijd met in het paar. Ja, 3 keer gebeurd toen. Je hebt hier gewoon ook nog een beetje haren. Oh. Maar mijn oma had dat ook. Is het een roast? Nee. Ik hoef jouw kaaklijn ook niet weg te contouren. Want ik heb geen kaaklijn, is dat wat je zegt? Nee, het is, je hebt geen... hoe zeg je dat? Je hebt geen square jawline. Niet zo... Niet... hoe loop ik hieruit? Ja. Bij jou valt iets meer uit dan bij mij, dus het wordt eigenlijk stiekem toch al meteen... ja... Hoe leg je dat zachtjes uit? Stoer. Ja, dus het eerste jaar dat ik geen grinder heb. Nee, eerste maand. Hallo hoertjes. Ik ben by no means a make-up artist. Disclaimer. Een sigaret zou je zo goed staan. Dank je. That's what a lot of people say about me. Longkanker staat je zo goed. Oh my god, dit is de Michelle Cooks pruik. Ja, dat is echt wat voor rijk. Oh nee. Maar misschien staat hij heel goed. Het lijkt een beetje op een surfpruik. Ja, voor mij is het een surfpruik. Moet ik trouwens niet eerst mijn shirt uitdoen? Ja. In verband met de jurk. Ja. Oh, kut, moet ik ook mijn shirt uitdoen? Zo deze? Ja. Ja.
Ja, ik heb niks geraakt. Wow, man. Mijn wenkbrauw. Nee, hoe heet het? Wimpers. Lesjes. Ja, ik ga ze nog even blenden. Oh, dat is mooi. Ja, ik ben nu best heel knap. Oh, liefje, dat is echt mooi. Ja, sick hè. Hoe het uiteindelijk nog uitgepakt is. Het is inderdaad echt een ordinaire puta. Ja. Ik ben Puta Richie. Puta Richie. Richie Puta. Ja, honestly, dat is best wel een goede naam. Richie Puta. Look at her! That's beautiful, man! Oh, koude opreed. Koude opreed. Ze zijn klaar. Als jij hem voor mij doet. Top. En dan pak, maar je pakt hem wel van achter daar. Je pakt hem daar van. Oh, je pakt hem van achter? Ja. Van achter, hier. Ja, je pakt hem altijd van achter. Oké. Okay. Tegen je hoofd, dan doe je hem zo naar achter. Oké, okay, duw. Oh my god, nee! Staat hij? Zit hij zo? Oh my god! Hij staat een beetje. Zo leuk! Fabiola! Ik voel me wel een mooie hoer. Oh my god! Wauw, I'm beautiful. Kijk, jij bent echt prachtig. Oh my fucking god. Jij bent echt een mooie vrouw. Oh my god, oh my Jesus. Gorge. Oh my god, jij zit er ook echt als een wifey bij. Het enige is dat ik een stukje geen onderbroek zie daar. Oh, boerig. Ik zie ballen. Zijn ballen. Oh my god, jij lijkt wel haar moeder. Ja, porno. Lijkt haar moeder. Hi. You look beautiful. Ja, eerlijk. Kijk, dit is Robert. Ik moest even kijken wie Wina was. Ja, dat zeiden wij ook inderdaad. Nou, zei ik inderdaad. Robert dacht dat je het gelijk kon zien. Ja, ik moest maar gewoon even... Maar wacht even, wie vind je knapper? Robert. Yes! Je moet het meer hier doen, want het licht is hier mooi. Oh. Oké. Nee, ze moet even opnemen. Oh my god! Oh! Hi! Maar wacht even, het is Rijk en... Robert. Robert. Wow. Staat jullie erg goed. Ja, hè? Ja. Ik heb Fendi aan. Wauw. Ja, jij bent echt een hele knappe 60-plusser. Je bent echt zo'n ex on the beach, hoor. Jezus! Wat heb jij gedaan? Dit is Rijn! Rijn is een soort Michelle Cox. Is dit Rijn? Ja. Ja, als Michelle Cox. Ik ben Michelle Cox. Jezus, poeta. Is toch best knap? Jij lijkt net op Jamie Vaas. Oh! What the fuck, my gosh, wat is aan de hand allemaal? Hi. Oh, dear lord. Oké, jongens, de reactie was er niet op, dus Schrijn, ik ga je niet terugbellen. We even doen alsof het surprise is. Ja. What the fuck? Oh. Ja, zij moet doen. Pers voor mij, man. Pers voor mij. Pers? Geen smash. Pers voor mij. Oké, en Robert? Nog steeds twijfel. Twijfel? Ja, nog steeds twijfel. Nee, wacht. Hiervoor hebben we niet opgenomen. En toen zei je dat je ons alle twee tegelijkertijd keihard zou doen. Wat is dit nou weer? Ladies and gentlemen, please welcome to the stage. Richantel. Lip sync for life! Like club to see. Oh, dit doet een paai, jongens. Je bent zo'n poeta. Maar Richantel of niet? Nee, ik voel het niet. Nee? Doe een andere naam. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage. Poeta Richie. Ja! Ja, nee, die is goed. De tepels zijn ook zichtbaar. Just oh, je bent een hoer. Oh, kut. Echt een hoer. Kut, sorry. Alles is op... Oh, dat is het. Oh my god, wat is dit? Oh,
Robert heeft zich als drag queen. Vind je, wat vind je? Ja, je bent wel knap. En ik? Jij niet. What the fuck? Wie zou je eerder mee naar huis nemen als je een man was? Doe eens, ja, laat ze beide zien dan. Robert. Weet je? Nou, veel plezier man. Oké, dankjewel. Doei! Oh, ik ben nu pas. Ik was helemaal fan van mezelf, maar nu zie jij bent echt een veel mooiere drag. Ja, maar jij bent gewoon ook mooier dan ik en ik vind dat. Ik haat mezelf. Nee, ik vind jou heel mooi altijd. Stop it. Nou, we hebben toch nog wat geleerd. Je bent een hele mooie drag. Ik vond het heel erg leuk. Matthijs, super bedankt dat je dit wilt doen. Ik vond het ook heel leuk. Het is sowieso te kijken van hoe het uitpakt. Maar I am more than impressed. Ja, toch? Het is veel mooier uitgepakt bij jou dan ik had verwacht. Volg Matthijs op Instagram met Geuze of The Drag Insta. Miss Cartier Official. Hoppa, die zou ik volgen. Video. Jongens, we zijn er volgende week weer. Met een andere video. Ik weet niet wat we dan gaan doen. Wat gaan we dan doen? Als bouwvakker? Ja. Nou, ik ben wel oké. Oké, mogen we dit, kunnen we dit er nu afhalen allemaal? Ja. Doei.